Galit Kaasem is uit de schijnwerpers verdwenen. Niemand weet wat er met hem aan de hand is. Maar Jeroen Pauw heeft nog wel contact gehouden met de omstreden presentator. Galit Kaasem moest zijn tv-carrière abrupt beëindigen, omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan malafide praktijken als advocaat. Er zijn nog meer onthullingen in de maak en die zijn zo schokkend dat het Adese niet mag publiceren. Het zou gaan over zijn banden met topcrimineel Ridwan Taghi. Vroeger of later komt dit verhaal naar buiten. Galit zit thuis met een zwart balkje voor zijn ogen en de talkshow Galit Sofie? Die is deze week omgedoopt tot Sofie Jeroen. Jeroen Pauw maakte gisteravond zijn rentrée als talkshow-host. En ter gelegenheid daarvan heeft hij kort geapt met zijn beruchte leerling, die hij even heeft begeleid. Jeroen heeft gisteren een appje naar Galit gestuurd, zegt hij tegen de telegraaf. Ik snap natuurlijk dat hij nu veel aan zijn hoofd heeft. Dat hij dat niet met mij deelt, snap ik ook. Het contact was heel oppervlakkig. Hij zei: Succes met je uitzending. Ik zei: Ik hoop dat alles goed met je gaat. Op de vraag wat Galit daarop antwoordde, zegt Jeroen: Ik denk dat het een rot dag voor hem was. Je weet dan toch: Het gaat nu zonder mij verder. Is het definitief over voor Galit? Jeroen denkt van wel. Een host van een televisieprogramma moet natuurlijk een zekere morele autoriteit hebben. Als je dat zelf niet hebt, kun je een ander moeilijk aanspreken aan een talkshowtafel. De morele autoriteit van Kasem is aangetast door de publicatie. TV-critici vinden dat het Jeroen niet echt helpt om nu verbonden te zijn aan de talkshow en aan zijn co-host Sophie Hilbrand. Hij vindt de kritiek op haar echter ongegrond. Vindt Jeroen het dan niet een beetje overdreven dat Sophie maandag zo zat te huilen om galit? Ik ga niet in de krant mijn directe collega beoordelen. Ik zie dat zij op persoonlijk vlak een goede relatie hebben. Dat heeft zij getoond in haar emotie dat's it.